Ja, hoi mensen, vandaag een nieuwe Let's Play. Ik weet niet wat ik voor de rest ga zeggen. Normaal zeg ik altijd, vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Want, en dan zegt Anouk meestal wat we gaan doen. Maar Anouk is er vandaag niet, want we hebben een paar technische storingen. Ik sta hier met twee fans. Kijkers, fans. Ik zeg altijd fans, maar het zijn gewoon kijkers. Hallo! Wat we vandaag gaan doen, nou jullie hebben het waarschijnlijk al aan de titel kunnen zien. We gaan vandaag missies doen, want ik moet echt missies doen. En we doen het dus even alleen, want ik heb wat technische storingen. Anouk en ik hadden wat technische storingen. Dus toen heb ik besloten om eventjes een Judith versus Anouk even over te slaan. En dan krijgen jullie volgende week gewoon weer een Jorvik... een Judith versus Anouk. Jullie krijgen nog een extra let's play aankomende woensdag. Namelijk een championship. Anouk en ik gaan namelijk championship tegen elkaar doen. Dus vanaf dan komen er weer een paar keer Judith versus Anouk aan. En ik wil jullie even vragen of jullie misschien het leuk zouden vinden als ik weer met mijn vader een keer ga opnemen. Sommigen die mij heel lang volgen weten dat ik vroeger heel vaak met mijn vader opnam. Hoi? Ik heb iemand hoi beneden, dus ik zeg hoi terug. Maar ik kreeg een antwoord terug. Dus. Maar ik wil graag een idee weten wat ik dan met mijn vader zou kunnen doen. Dat lijkt me wel leuk als jullie een leuk ideetje hebben. Voor de rest, ik ga weer beginnen met school. Ik ben gisteren al een dagje begonnen. Maar het was heel kort en morgen hebben we de introductiedagen van de eerstejaars. Daar ga ik bij helpen. Ik ben nu in tweede jaar. Ik zit nu in de tweede van het audiovisueel specialist. En houdt in dat ik leer films maken en zo. Dus YouTube slaat er natuurlijk perfect bij aan. Ik zet heel even de camera iets erachter. Dat is dus wat ik doe. Ik leer gewoon films maken. En die boot duurt echt verdorie. Wat doet die lang voordat hij er komt? Ik wou iets anders zeggen, maar... Excuse my language. Ik wil sowieso weer livestreamen, maar ik moet er nog even een ander programma voor fixen. Jeetje, wat heb ik veel quest. Ik denk dat we gewoon... Dat gaan doen, dat quest daar. En dan werken we zo langzaam naar boven. Oh nee, wacht, dat is... Nee, niet die. We gaan dan wel... Is dat Moorland? Nee. Wat is dat dan? Nou, we gaan dat wel doen. Denk ik. I don't know, we zien het zo wel. Oké, ik hoop dat jullie allemaal ook zin hebben om weer naar school te gaan. Ik heb wel erg zin om weer te beginnen met school. Mijn school is gewoon heel erg leuk. Als je nou wat meer wil weten over wat ik voor school doe en hoe het is met op school, moet je eventjes naar mijn YouTube kanaal in draf gaan. Want soms dan vlog ik ook op school en dan daarna ga ik naar de paarden gewoon thuis. Bij de ponies. En dan zie je een beetje van wat ik precies doe op school. Nou ja... Je ziet het niet echt precies. Dus volg ons andere YouTube kanaal. Daar doen Anouk en ik meestal samen dingen op. Volg dat kanaal dus gewoon lekker als je het leuk vindt. Als je het niet leuk vindt, moet je dat ook doen. Het mooie voor het Pinta. We zijn er weer, jongens. Kijk, ik heb zo'n bandje nu. I'm a Fisco girl. Vooral als ik zo'n scrunchie om heb. Dat is een vriendschapbandje met mijn vriendinnen van school. Het is zo raar dat ik het school noem terwijl ik gewoon op het mbo zit. En dan is het eigenlijk ook gewoon nog school. I don't know, ik vind het een beetje raar. Ik zit gewoon in de tweede van het mbo en ik speel nog steeds Star Stable. Maar ik doe het voor YouTube, jongens. Ik doe het voor YouTube. Ik vind het heel erg leuk om te filmen. Voor de rest vind ik het niet heel erg leuk om zelf meer te spelen. Daarom train ik mijn paarden ook heel slecht. Ik weet wel dat Greendale is geüpdate. Dus misschien moeten we daar quest doen. Ik heb daar geen quest. Is beneden geen quest meer? Is dat weg bij het strand? Want daar had ik nog wel wat dingen. Ja jongens, dit is echt wel even mijn nieuwe lievelingsstukje van Star Stables. Als ik de mogelijkheid krijg, rijd ik erheen. Is het weg? Nee, nu al? Waarschijnlijk heeft het er vet lang gestaan, maar heb ik gewoon niet opgelet. Zo mooi. Ik dacht trouwens, ik pak vandaag Lotje weer eens. In het echt kunnen we helaas niet op haar rijden. Daar baal ik wel heel erg van. Maar ja, dat is niet erg. We houden gewoon nog steeds van haar. Jump. Sinds wanneer is daar een race? Nog niet zo lang. Indeed, nog niet zo lang. Zijn dat wilde paarden? Oh ja, mij staat in het Engels. Oh! No! Oh, we gaan... Oké. Okay. Besides Mr. Moreland says... mensen vroegen trouwens waarom ik het in het Engels heb staan. Dat vind ik leuk. I'll never be a best aggression if I... don't push myself. Go for it, Cinder. Nee,
I'll give you a lift up on. Nee, we moeten niet gemeen tegen haar. Zullen we een foto maken? Laat ik jullie even zien hoe ik... Jezus. Rotje, gaat wel sneller. Oh, dit vind ik wel mooi meteen. Meestal is dit hoe ik mijn tunnels maak. Oh, weet je wat ik wil doen, jongens? Ik wil Lotje haar manen veranderen. Want Lotje haar manen kloppen echt niet meer. Want ze waren inderdaad, toen we haar kochten... Nee, waren ze niet lang, maar we hebben ze toen lang laten groeien. Maar nu wil ik ze graag wat korter hebben, want we knippen haar manen altijd kort. Dus ja. Hmm. Waar is de security gap dan? Ah, hij is weg. Gekke bug. Oh, hij is er. Voor het Pinta of horsemanship. Yo, ben ik weer. De camera viel opeens uit of zo. I don't know precies. We gaan gewoon verder. Ik wou gaan zeggen. Let's see. Now that 7000 Jorvik selling. Nou, dat heb ik niet. En 3,5 voor speeding. Transfer fines without authority. Fines. Ik weet niet wat fines is. Ik weet wel wat fines is, maar niet fines. Ik had wel iets over in de update gelezen over dat... ik had wel iets gelezen over de, in de update dat Syndra nu alles over ging nemen of zo. A fine mess. Jee jongens, we krijgen weer Jorvik-sellings. These lawbreakers are numerous violence for Pinta's rules and religions. Come on, that's about. Is that so? Dat is hoe, wat mijn oma dat zegt. Aren't you a bit of a minister or anything? Mm. Major peanut. Nu heb ik zin in nootjes. Waterloo. Let me guess. Captain Waterloo over there picked you up on some silly offense. You're in deeper. Wait, don't play Judith. 29,500. Ik kan het niet eens uitspreken hoeveel. 50.000 Jorvik Sendings boete? What the fuck? Hey, don't look at me like that. Is dat letterlijk wat we hoeven te doen om die 50.000 euro schuld af te praten? Oké. We gaan over iets praten wat mij bezighoudt de laatste tijd. En dat is... Nou, de afgelopen dag was het Netflix. Want een nieuw seizoen van 30 Reasons Why staat erop. En ik heb het bijna af. Ik moet namelijk nog 3 seizoenen. Of ja... 2,5 eigenlijk. Toen dacht ik, misschien moet ik nu echt weer even gaan editen en opnemen en zo. Dus dat ben ik toen maar gaan doen. Ja, mijn allerlaatste vakantiedag moet ik goed besteden, vind ik. Dus ja, 30 Reasons Why. Laat even weten in de reacties of jij het ook kijkt. Ik denk dat wel wat mensen kijken, maar ik wil niet te veel vertellen. Omdat het nu nog wel een nieuw seizoen is. En ik niet weet hoeveel mensen het al hebben gekeken en zo. Friend in market, would you have guessed borrowing them from James? Shady guy. Never miss it, and hey, oh, we moeten de paarden pakken. En wat heeft me nog meer bezig gehouden de laatste tijd?
Nou ja, dat houdt me nu heel erg... Zo jongens, het gaat echt even heel erg soepel. Dat komt omdat ik nu alleen ben en dan moet ik zelf echt een verhaal gaan verzinnen. Maar ik denk dat ik het vandaag ga hebben over... Niet over 30 vs. Why, want dan ga ik misschien te veel spoileren. Maar ik wil wel zeggen van, ik vind het echt een goede serie. Maar ik vind het heel goed dat ze iets maken. Ik vind het alleen jammer dat seizoen 3 het niet meer echt gaat over waar het eerst over ging. Dus eerst ging het heel erg over Hannah Baker. En nu ging het natuurlijk... Ah, het heeft indirect nog te maken met Hannah Baker. Ik ga niet meer zeggen, want dan ga ik echt te veel spoileren. Want daar ben ik heel erg goed in namelijk. Wat ik wat me ook erg bezig haalt, is of One Direction terug gaat komen samen of niet. Ik zat eergisteren ging ik filmpjes kijken. Dat was... officiële laatste dag dat ik vakantie had. Nou, dat was namelijk zondag. En toen dacht ik, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga filmpjes vorderen. Ik ging gewoon oude muziek luisteren. Toen ging ik live concerten kijken. En toen kwam ik uiteindelijk uit op een live concert van Brandon Urie. Ik ben heel erg van Panic at the Disco. Toen dacht ik, oh, ik moet Macklemore kijken. Nou, toen ging ik naar Macklemore. En toen opeens stond daar iets van One Direction. Dus die ben ik toen gaan kijken. Want dat vind ik leuk. Die ben ik gaan kijken, want dat vind ik gewoon leuk om te kijken. En toen ben ik opeens helemaal obsessed geraakt met of ze terug gingen komen of niet. Want ik bedoel, toen ik de leeftijd had dat ze er nog bij elkaar waren, vond... Tuurlijk, ik bedoel, wie vond One Direction niet leuk? Ik bedoel, kom op. Iedereen van mijn leeftijd die een meisje was, stiekem vond die One Direction wel leuk, denk ik. Ik kan daar niet te veel voor oordelen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar bij mij op school was iedereen vet erg fan van One Direction. Waarom loopt dat paard zo anders? Echt irritant. Oh. Dus toen ging ik filmpjes kijken van... Is er al wat bekend over dat ze bij elkaar gaan komen of niet? Ik verwachtte eerlijk gezegd dat ze allemaal zouden hebben gezegd... dat ze nu bij elkaar wouden komen. Dus ik ging een beetje erop in kijken van... Nou, ja, hebben ze dat gezegd? Wat hebben ze in de afgelopen interviews gezegd? En weet je wat ze in de afgelopen interviews hebben gezegd, jongens? Dat ze gewoon... allemaal wel erover hebben gehad met z'n allen om bij elkaar te komen. Daar kwam het op neer. Iedereen van de 4 bandleden, niet Zayn, die zegt er eigenlijk niet heel erg veel over, heeft in een interview gezegd dat er een dag komt dat ze bij elkaar komen. Dus toen heb ik nog meer research gedaan. Ze willen het ook allemaal heel erg graag. Dus, oh my god, jongens, misschien komen ze wel gewoon bij elkaar. Dus ik ging wat meer opzoeken, wat meer research doen. Toen ging ik weer eens op YouTube kijken. Nou, toen kwam ik uiteindelijk op wat uit. Maar dat geloof ik niet helemaal. Dat namelijk de profielfoto was veranderd een tijdje van One Direction. Echt een paar minuten maar naar 2020. Dus dat zou kunnen betekenen dat ze in 2020 terug zouden moeten komen. Maar eerst dacht ik echt 2020. En ik geloofde ook echt wel dat diegene dat had gezien of zo. Maar toen dacht ik, ja, waarom? Want toen wou ik wat meer opzoeken over het internet. Op het internet gewoon. En ik denk dat het photoshopped is, want ik kon voor de rest echt niks vinden erover. Dus... dat vind ik wel een beetje jammer dat hij dat heeft zitten faken. Maar ik accepteer het, ik accepteer het. We willen gewoon allemaal heel graag dat hij terugkomt. Ja, het moet gewoon... wel binnen een paar jaar gebeuren. Toch? In ieder geval, ik ben helemaal obsessed met Harry Styles op dit moment. Vooral over hoe hij is gewoon met het publiek en zo. Dat vind ik gewoon heel leuk. Ik weet niet. Ik ben heel erg fan van Macklemore. Hem vind ik ook echt geweldig. Echt. Ik wil weer zo graag naar een concert van hem. Ik hoop zo erg dat hij binnenkort een nieuw album gaat uitbrengen en zo. En dat ik dan naar een concert kan gaan van hem. Ik hoop het. Maar ja, je weet het maar nooit. Het zal wel leuk zijn. Ja, ik wil gewoon heel graag dat One Direction terugkomt. En dan hadden Anouk en ik al gezegd dat we naar concert wouden van ze. Dus dat als ze dan een dingetje gaan doen, hoe heet dat? Weer een tour gaan geven, nou dan ga ik daar zeker weten heen. Want ik ben echt zo fan opeens van hun, ik weet niet wat het is. Nou, dat besproken te hebben, wat heb ik nog meer de afgelopen tijd gedaan? PewDiePie, we kunnen er niet omheen jongens. PewDiePie is gewoon getrouwd met Marcia. Er moeten echt wel mensen die mij kijken, PewDiePie kijken. Zijn ze allemaal er? Oh, dat was niet de bedoeling. Ja, PewDiePie, jongens. Ik ben echt helemaal ook fan van hem. Ik ben echt zo aan het fangirlen de laatste tijd. Ja, ik heb geen tijd, dus ik heb het gedaan. Je moet zo, dit is komen. Wat pakken in? Vita la sala. Kom nou, ze maar. Oh, 92, nog wat dus. Jeetje. Dit maar zo.
Wat is dat? Mr. of Tourism. Ik vond James altijd wel een beetje aardig. Ten minutes later. Is dat de po- Oh, wat leuk! Huh? Hij praat? Kom, we gaan snel naar Peanut. Ik vind hem zo schattig. Wat heeft hij voor schattig dingetje om? Oh, dat is zo'n talk-ding. I demand payment, of course. Can't settle your fines. The girl Sandra will be forced to work at the Minister of Tourism. The debt is paid. 500. Ik wil snel op mijn paard. Snel, ik wil op mijn paard. Ja. Ik vind het wel fijn dat ze dat oranje nu geel hebben gemaakt. Oh, kijk. Oké. Okay. Zo, dan zien we het allemaal iets beter. Oh jongens, ik heb zo zin in chips. Echt niet goed. Waarom heb ik dat nou opeens? Oh, en nou oep. Kss, kss, kss. Oh, dit was echt de hang vroeger, jongen. Ja! Serieus? Ja, leven ze op. Bah. I know you're scamming Ferdinand. Ja, leven ze op. The scam is a bit extreme, but did you think he pays me to exercise his... Horses, there is pain for James to ride them. Everyone wins. You shouldn't you be listening to Major Peanut? You know what can this is speaking. There's no such thing as talking to horses. Ooh. Yeah. What? Why are you holding a walkie-talkie? Oh. Hij is zelf diegene. Sorry dat ding steeds zo voor mijn hoofd zit. So I have. Ze komen. Kom nou eens, man. Ik wil een shirt met Vote Peanut. Ik krijg 500 Jorvik shillings. Yeet. Sindra. Rice syndrome. You, I have misjudged you. I'm a boy. Cool. Ik krijg 500 euro shillings. Ja. I'm misunderstanding, I see you're cleverer than the typical tourist that's in touch you, the feeling we're going to make a lot of saving late. Nou jongens, ik denk dat dit de let's play was. We hebben gelukkig geen schuld van 50.000 Jorvik shillings. Nee, ja, 50.000 Jorvik shillings te betalen. Dus nou, dit was de let's play jongens. Ik hoop je te zien bij de volgende let's play. Dan gaan Loek en ik dus champs tegen elkaar. Niet champs tegen elkaar doen, gaan we champ doen met elkaar. En ik hoop je te zien bij de volgende, dus doeg! Dag!